Kijkers van Loek TV, goedemorgen en welkom bij Koninginnedag 2005. Ja, zo'n jaar gaat verschrikkelijk hard. En u weet het, hè, als het Koninginnedag is, mensen zeggen wel eens het is voorspelbaar. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar aan de andere kant, je moet traditie soms een beetje in ere houden. Naast mij burgemeester Scheres. Meneer Scheres, goedemorgen. Goedemorgen, meneer de Boer. Ja, als ik feliciteer u met de koningin, is dat een beetje moeilijk. Maar aan de andere kant, er is nu wel wat te feliciteren, want koningin Beatrix, 25 jaar koningin. Nou ja, u mag me best feliciteren met de koningin, want het is ook mijn koningin. Dus wat dat betreft is er niks mis mee. Net zoals je iemand met zijn vrouw of met zijn kinderen feliciteert. Nou ja, het is inderdaad 25 jaar, dat is toch wel heel bijzonder. Het is natuurlijk een hele lange periode dat de koningin het al volhoudt. En ik denk dat ze nog wel even doorgaat. En ze doet het nog steeds fantastisch. Traditionele Koninginnedag, die begint altijd in Ketel bij de Obade. Is dat een stukje onderdeel van het programma waarvan u zegt, moet in stand blijven? Ja, absoluut. Dat is vaste prik, al sinds jaar en dag. En dat moet ik vooral zo blijven, want het is een fantastische sfeer altijd. En het is ook een beetje de trendsetter voor de hele dag. Hè. Dus ja. De sfeer zit er meteen in en dat blijft dan ook zo. Dat hou je dan ook vast makkelijk. En het is, ik vind zingen sowieso leuk. Het verbroedert. Ja, is perfect. De tocht hierheen was ook wel extra feestelijk. Altijd al is een hele mooie klassieke auto, maar nu ook nog de drumband Juliana. Toepasselijke naam natuurlijk, die ons begeleiden. Maar het is het hele landfeest vandaag. Er is natuurlijk ook weer een bezoek van de koningin aan een van de gemeenten in Nederland. Ik heb begrepen dat het vanmiddag Scheveningen is. En daar hebben mensen mij al vaak gevraagd, wanneer komt de koningin nou eens naar Schiedam? Op Koninginnedag. Nou, dat valt helemaal niet mee om dat voor elkaar te krijgen, kan ik u verzekeren. Daar moet je jaren van tevoren aan werken en er zijn heel veel gegadigden. Maar ik denk dat ze een lijstje hebben waar al die gemeenten op staan. En de kans is groot natuurlijk dat we daar gewoon alfabetisch op staan. Dus als het vandaag Scheveningen is, dan moeten we toch bijna aan de beurt zijn. Nou, laten we de vingers maar gekruist houden, dat lijkt me een goed idee. Stel dat u van de week toch verrast wordt met een telefoontje vanuit Den Haag, de koningin zou naar Schiedam komen. Dat lijkt heel erg leuk, maar ik denk dat dat dan de grootste zorg van uw leven gaat worden. Ja, dat hoor ik altijd wel van collega's die dat alles meegemaakt hebben. Ik sprak toevallig van de week nog met collega Van Deventer, die dat een paar jaar geleden heeft gehad. Die er nog van geniet overigens, toen dat gebeurde. Maar die ook wel zegt, ja, daar ben je wel een paar jaar mee bezig. Het is heel intensief. Maar ik zou het ontzettend leuk vinden als het ook in Schiedam een keer zou gebeuren. Voorlopig beginnen we even met Sinterklaas, hebben we ons voor aangemeld. Ja. En ik denk dat we daar misschien wel eens een kansje voor maken. We gaan eerst feesten vieren vandaag. Het is nog een beetje grijs, maar ik beloof u dat het gaat verbeteren. Dat is allemaal strak geprogrammeerd, het weer ook vandaag. Dat water moet dus eerst even kwijt. Over een kwartier is dat gebeurd en de rest van de dag wordt het dan fantastisch weer. Daar rekenen we op. Heel veel plezier vandaag. Eerst gaan we zingen. Nou, er is een heel programma. Er staat een aantal liedjes op. Onder andere het Wilhelmus, maar daar zullen we het dan niet over hebben. Maar wat is, om nou eens een keer een klein beetje uit de school te klappen, uw eigen favoriet? Mijn favoriet is een lied wat er een paar keer opgestaan heeft, maar niet elk jaar terugkomt. Omdat het toch niet zo'n gemakkelijk lied is, ook met name voor de kinderen. Maar wat ik wel een mooi lied vind, en dat is Merk toch hoe sterk. Maar dat is een lied wat eigenlijk wat minder bij Schiedam hoort en wat meer bij Bergen op Zoom. Ja. Maar ik vind het gewoon een fantastisch lied. Ik kom nogal eens in Bergen op Zoom en dan zing ik er ook een volle borst mee. En ik vind het ook uit historische gronden vind ik dat een heel mooi lied. Boutertje,
Meneer Schilders, ik ga u een hele leuke Koninginnedag wensen. Is de bedoeling nou dat u op Koninginnedag alle wijken even langs gaat of kiest u gewoon willekeurig iets uit? Ja, dat laatste eigenlijk. Hoewel in de ochtend heb ik altijd wel een vast programma. Dat begint inderdaad met de Obade. Nou, dan vervolgens hier even een informele ontmoeting met alle mensen die het organiseren. Dan ga ik vervolgens naar een jarige. Hier vlak naast woont een jarige die ik heel goed ken. Dat is Ad van Leeuwen, onze vroegere brandweercommandant. Altijd op Koninginnedag jarig. Dan ga ik vervolgens ook nog hier natuurlijk de straat op, want er is een prachtige braderie. En de ene keer ben ik daar een uurtje en de andere keer ben ik daar uren. Dat hangt er helemaal vanaf wie ik tegenkom en wat er te beleven is. Dan ga ik ook nog naar een concert in de Ark. Dus dat is een prachtig pianoconcert waar ik graag even bij wil zijn. Nou ja, dus de dag vliegt om. Ik wens u dan ook een hele prettige dag. Ja, dank u wel. U ook. Goedemiddag, wat is het leukste van Koninginnedag? Geen idee, maar... Waar gaat u voor? Voor de gezelligheid. Bier. Veel bier? Veel bier. Gezondheid. Mevrouw, goedemiddag, wat is het leukste van Koninginnedag? Nee, sorry. Ja, hallo. Ja. Je weet wel wat het leukste. Ik wou zeggen, u weet het wel. Oranje bitter, hè? Ja. Echt. En dit weer natuurlijk. Het sfeertje, alles bij elkaar. U mag even in de herstelfase. Wat is het leukste van Koninginnedag? Nee, sorry. Ik ben het even kwijt. Wat Koningin jubileum viert. Ja? Ja. Bent u een koningin-fan? Ik ben er niet op tegen. Bier in. De spelletjes. Wat zeg je? De spelletjes. De spelletjes. Oké, en jij, wat vind jij het leukste? Ook een spelletje. Het leukste van Koninginnedag, ja, dat we het vieren mogen. Ja, bent u daar toch nog wel trots op? Heel trots. Ja, toevallig ben ik het uit hetzelfde jaar. Oh. En ik maak eigenlijk een klein beetje hetzelfde mee als wat ze meemaakt. En ook mijn man heb ik gelukkig nog, maar... Ja, ik ben heel blij dat het er is. Ik kan niet anders zeggen. Trots op de koningin? Die narigheid, wat er omheen, wat we dagelijks meemaken. En dat we dat nog mogen. Maar dat ze ook zo trots en fier doorgaat met wat ze meegemaakt. Bier in? Rondloopbier. Ja? En loop je dan zomaar rond of wil je wat kopen? Maar ligt eraan als ik iets zie. Ja? Je hebt een ring door je neus gekocht, zie ik. Die had ik al heel lang. Oh, die had je al, want ik wou vragen, wat moest je ervoor betalen? Toen 2,50. Dat is geen geld. Nou, we hebben al heel veel verkocht. Je hebt al heel veel verkocht. U bent zakelijk ingesteld. Nou, nee, mijn kind. Ik niet. Wat heeft ze verdiend, zeg eens eerlijk? 200 euro. 200 euro? Dat meen je niet. Ja, echt waar. En hoeveel moet ze aan vader en moeder afdragen? Kosten, inwoning, gas, licht, water? 175. Je bent de zakenman in het gezin. De zakenman, ja. Maar hij ook, hoor. Hoe heet uw dochter? Mitchell, mijn zoon. Is uw zoon. Nou, doe hem de groet even. Ja, dat zal ik doen. Doe hem de groetjes, hè, lieverd. En koop wat leuks voor je moeder. Ja. Ja, heel mooi cadeau. Bier in. Koninginnedag, feest is 's avonds. Ja, vanavond ga je los? Ja, ja, absoluut. Waar zo? Kathedraal, Vlaardingen. Ja, is dat leuk? Ja, hartstikke. En wat is het dan? Bier volop harde muziek? Harde muziek. En morgen uitslapen? Morgen uitslapen. Hey, veel plezier vanavond. Ja, bedankt. Hoi. Hallo. Hallo. Hoe gaat de verkoop? Goed. Ah, je zegt het zorgelijk. Ja, want jij wordt niet bijna verkocht. Nee. Heb je al iets verkocht? Ja, een paar dingen. Wat kochten de mensen nou als eerste? Autootjes eigenlijk. Ja, toch van die leuke... Ik ben een paar truien nog. Ja. Moet je eigenlijk niet een beetje gaan staan en roepen mensen hierheen komen? Ja, eigenlijk wel, maar... Nee. Maar je zit wel lekker hier, hè? Ja, dat wel. Bier in. Hoe laat zat u hier vanochtend? Nou, mijn man, die zat hier om 7 uur. Waarom die man en u niet? Ik lag nog op mijn bed. Ja. Nee, ik had ook mijn dochtertje nog thuis, dus wij zaten nog thuis. Ja. Hoe gaat het met de verkoop? Volgens mij, maar ik zou zeggen, vraag dan Brian. Brian, hoe gaat het? Goed. Ja, wat heb je verkocht allemaal? Heel veel spullen. En wat ga je met het geld doen? Ja,
Ik denk, we gaan daar uit eten van. Zo, goeiedag. Dat is mijn vader hoor, maar ik niet. En ik ga er dingen van kopen. Jouw vader heeft wel een dure smaak hoor. Gekocht. Wat heb je gekocht? Ik heb een gitaar gekocht. Oh, wat leuk. Heb je hem bij je? Ja. Kan je wat spelen? We gaan gelijk gitaar spelen. Oh, kijk nou toch eens. Een echte babygitaar. Is die gestemd? Nee. Laat eens horen. Nee, is niet gestemd. Moeten we nog even stemmen. Hé, hey, afspraak. Wij komen volgend jaar terug en dan zing jij wat voor ons. Oké. Straks gaan we nog kijken in de Gorzen, want ook daar wordt volop Koninginnedag gevierd. Maar eerst gaan we naar de jarige voetbalvereniging PPSC op Sportpark Teurleden. Zo, kijk eens, we gaan ineens een heel ander uitstapje maken. Bent u helemaal niet gewend op Koninginnedag. Maar de voetbalvereniging PPSC bestaat 85 jaar op Koninginnedag, want dan zijn ze opgericht. Dus ja, daar moet je natuurlijk even naartoe. Naast ons niet de echte voorzitter, meneer Hen Ophoff. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, niet de echte voorzitter, want jullie hebben geen voorzitter. Nee. We hebben nog steeds een vacature voor de voorzitter. Gedurende de afgelopen seizoen is dat Walter van Harmelen heeft dus bedankt daarvoor. En we zijn dus naastig op zoek naar een vervanging daarvoor. Ja. Is dat trouwens zo moeilijk tegenwoordig om voorzitters te krijgen? Nou, het is überhaupt moeilijk om kaderleden te vinden. Ook bestuursleden. En zeker de positie van een voorzitter is daar is ook een zware positie. Ja. Dus we willen dan heel zorgvuldig zoeken en dat we dus ook een goede man ervoor hebben. Ja. Nou valt jullie verjaardag, om het maar zo te zeggen, op Koninginnedag. Was dat lastig om een beslissing te nemen van ja, we doen wat op de dag zelf of we doen het wat later of wat eerder? Nou nee. We hebben dus al een aantal jaren natuurlijk verschrikkelijk veel competitie gehad met dat ketelgebeuren. Ja. Daar gaan een heleboel mensen naartoe. Daar hebben we gezegd van nou, eens in de 5 jaar willen we dan toch een extra tintje eraan geven. Ja. En 85 jaar is dus een lustrum, het 17e lustrum. Dus ja. Dan kunnen we dan wel weer uitgebreid wat vieren. Ja. Ja. Even over de vereniging zelf, het wel en wee van PPSC. Gaat gewoon rustig zijn of haar eigen gang? Ja, zeker. Het is wat ledenverloop betreft is het altijd zeer rustig verloop. Mm-hmm. Ja, er komt het bij, er gaat wat af. Het is echt een familievereniging en vrienden. Ja. Dat vind je dus al vaker terug. En daarom is het verloop al zeer rustig, niet spectaculair dat hele elftallen weggaan of hele elftallen erbij komen. Dus we doen ons best ervoor. Even over vandaag. Jullie hebben een feestelijke ambiance van alles en nog wat. Vertel er eens wat van. Wat is er allemaal te doen? Nou ja, dat is vanmorgen dus al begonnen met de jeugd. Vanmiddag hebben we dus een gekostumeerd voetbalwedstrijd. Ik ga er zelf ook al meedoen, dus dat beloven we wat. Verkleed als wat? Ik ben Roodkapje, dus het kan wel wat worden. Ja. Vanavond is het natuurlijk een feestavond met levende muziek erbij. En daartussendoor hebben we dus nog een barbecue. Kortom, alles wat zo'n dag vast vraagt, dat hebben wij dus te beleveren. Nou, dan wens ik u en de hele vereniging in ieder geval een hartstikke leuke dag toe. En zo langzamerhand mogen we wel gaan stellen op naar de 100, hè? Ik hoop het. Ik hoop het vooral hard. En aan mij zal het niet liggen, want ik probeer daar volledig aan mee te werken. Ja. En dan naar de Gorzen. Op de Groene Laan is het zoals altijd druk en de sfeer zit er goed in. Niet in de laatste plaats door de 4 crazy vrouwen. Theemuts Annie zorgt voor de thee, de koffie en ja, ook daarvoor.
Zo, kijkers, u heeft het gezien. Koninginnedag 2005. Het dreigde even te gaan regenen vanochtend. Maar gelukkig hebben de weergoden meegedaan en is het uiteindelijk nog een hele leuke dag geworden. Ja, nu weet het zo een beetje in de namiddag, dan is het leuk. Hè? Dan is de ergste drukte er vanaf en dan kan je nog heerlijk slenteren hier buiten. Nou, dat zal vast nog wel even gebeuren. Dit was Loek TV. Graag tot de volgende keer.